5 HAVO van de samenwerkingsschool te Waddinxveen. We hebben het over 1988, dus dat is al 29 jaar geleden dat ze zijn uitgevlogen. Deze klas is behoorlijk avontuurlijk ingesteld. Zo werd hij in een zeilboot bij Puerto Rico overvaren door een containerschip. Is zij achterna gezeten door een olifant en heeft zij 25 kinderen in Gambia. Hoe kijk je nou naar je kinderen? Trots. Heel veel trots. Ja. Zij geeft yoga aan ouderen. Zij is elk jaar druk voor de carnaval. En haar weegschaal gaf 120 kilo aan. Maar nu past ze weer hierin. Gaaf, man. Hij past. Yes. Zij heeft een bar aan de Spaanse Costa, maar serveert toch gewoon kroketten en frikandellen. En hij moet voor zijn werk elke maandagochtend patat eten. Het moet gewoon een mooie, gare, fluffy structuur hebben aan de binnenkant. Hij is een echte hulp Sinterklaas. En zij rent heel hard achter haar hond aan. Zij speelt tennis in een kooi en noemt het dan paddle. Ja, paddle. Daar kom ik zo even op terug. Maar eerst even de olifant. Want jij bent achterna gezeten door een olifant. Je hebt het overleefd. Maar hoe spannend was het? Heel spannend. Ja? Ja. Waar was het? In Zuid-Afrika, in het Krugerpark. En wat gebeurde er? We reden door het park met de auto. En we werden geblokkeerd door tegenliggers. En er stond naast de weg was een hele grote bul-olifant stond er. En ja, wij wilden door, maar we konden niet door, want we werden geblokkeerd. En die olifant die wilde zich wreken op die auto. Ja, toen kwam hij dus achter ons aan. Hij wou echt de auto aanvallen? Ja, heel sterk. Ja? Ja. Vond je het eng? Ja, we waren al 3 dagen in het park aan het rijden. En ik had al heel veel olifanten gezien. En dus ik had zoiets van, oké, weer zo'n olifant. Wat zijn ze schattig, wat zijn ze lief. Maar deze kwam echt met flapperende oren achter ons aangetetterd. Ja. Maar wel een goed verhaal. Zeker een goed verhaal. En een spannend verhaal. En spannend, ja. Maar overvaren worden door een containerschip, dat vind ik ook redelijk spannend. Wat is er bij jou gebeurd? Ik ben na de HAVO een jaartje gaan reizen door Noord-Amerika. En het Caribisch gebied. Ik heb toen op de Maagdeilanden een lift gekregen van 2 Nederlandse jongens met een zeilboot. En op weg naar Puerto Rico is onze zeilboot met de mast tegen de lijn gekomen die tussen de sleepboot en de sleep gaat. Oh, dus de containerboot werd gesleept? Ja. Onze mast bleef steken tegen die draad, waardoor de sleep tegen ons zeilboot is opgevaren. Heeft gaan beuken. Onze boot is gekapseist. En wij hebben overboord moeten springen in de nacht. Dan hebben we... Een van de jongens heeft nog net op tijd het rubberbootje kunnen losrukken. Dus het is echt klassiek schipbreukverhaal met z'n vijven in een rubberbootje op zee, op de oceaan. En dan zwaaien naar schepen die voorbij kwamen. Maar goed, dan dobbel je daar en dan? Wachten. En dan uren later zijn we uiteindelijk opgepikt door een ander vrachtschip. Goh, maar het weerhoudt jou niet van nog af en toe nog avontuurlijke reizen te doen, hè? Nee, ik ben in de reiswereld beland. Ik ben reisbegeleider, ik ben kok op kampeertrucks. Ik reis de hele wereld rond. Ja, en naast je zit iemand die heeft volgens mij altijd vakantie, toch? Ja, ik ben altijd op vakantie. Ja, maar jij woont in Spanje. Ik woon in Zuid-Spanje, heerlijk. En jij speelt daar dus paddel. Ja. En paddel is? Een soort tennis en squash, maar dan iets kleiner. Ja. En de muren doen mee, ja. Vale, arriba. Vale, contra. Is dit populair in Spanje? Heel populair in Spanje, ja. Ik denk dat 5 miljoen Spanjaarden het spelen. Tweede populairste sport, na voetbal. Ja. Ja. En wordt dit dan ook uitgezonden in jullie café? Want jullie hebben een sportcafé. Nee, dat paddel wordt niet uitgezonden. Nee? Wel de voetbal natuurlijk, maar niet de paddel. Nee, dat niet. Ja, want een sportcafé is een café waar je dus ook sport kan... Heel veel sport, ja. Ja. En stiekem ook een Nederlands tintje, toch? Ja, frikandelletje, bitterballetje. Ja, ja, we hebben hier jullie menukaart ook. Ja. En daar staan inderdaad lekkere trek in een Hollandse snack. Maar is het wel echt een Spaans café of is het echt veel meer het is een internationaal café. En als het Nederlands elftal speelt, dan gaat het dak eraf. Dan is het ongeveer dit. Ja. Ja. Wanneer was dit? Welke wedstrijd? Ja, dan moet ik even denken. Ik denk dat dit... Toen we verloor Nederland toen van Spanje, was dat... De WK-finale in Zuid-Afrika. Volgens mij was dat ons tweede jaar. Afrika was dat.
Nou ja, ja, jullie zaten in 1988 op school. Toen was ook een mooi sportjaar. Toen hadden jullie het eigenlijk ook al moeten hebben, zo'n sportcafé. Want ja, 1988, Yvonne van Gennep, bijvoorbeeld. Maar ook Arnold van der Leijden, die brons pakte op de Olympische Spelen met boksen. En natuurlijk het winnen van het EK. Het is 1988. Een enorme explosie op het boorplatform Piper Alpha in de Noordzee. De meeste bemanningsleden liggen op dat moment te slapen. Uiteindelijk komen 167 mensen om. Marco van Basten schiet Nederland in 1988 naar de zege van het Europees kampioenschap. Oh, een goal! Wat een goal! Dit doelpunt van hem vergeet niemand meer. Zeker Mariella, Marjolein en Marion niet. De voetbalmeiden raken niet uitgepraat over hun voetbalheld. Niet te gewoon, wat een bierhaloos doelpunt. Jazzicoon Chet Baker valt onder invloed van drugs uit een Amsterdams hotelraam en overlijdt. Met zijn zachte, melancholieke toon werd hij gezien als een van de beste jazztrompetisten aller tijden. Het gemak lacht ons toe. We hebben geen zin meer om uitgebreid te koken en kiezen steeds vaker voor kant-en-klaar maaltijden. Het eerste vrouwelijke hip-hop duo Salt & Peppa is ook in Nederland een groot succes. Hun nummer Push It staat ook in ons land wekenlang op nummer 1. In de jaren 80 slaat de ziekte AIDS snel om zich heen. En ook Nederland kent zijn eerste dodelijke slachtoffers. Om het virus meer onder de aandacht te brengen, wordt op 1 december 1988 de eerste Wereld AIDS-dag gehouden. De preppy look is in. Kakkers dragen loafers en polo-shirts met de kraag omhoog. Edgar is er ook zo een. Maar Sia, die heeft zo haar eigen kijk op mode. Klas 5 HAVO van de samenwerkingsschool uit Waddinxveen, 1988. Ja, een hoop herkenningen merkte ik al. Maar er werd vooral gelachen om jouw kleding, geloof ik, Edgar. Iedereen wees onmiddellijk naar jou. Ja, ja. Want, twee polo-shirtjes omhoog, hè? Kraagjes omhoog. Ja, ja. Ja, dat, als je... En stond het hem een beetje, of niet? Ja. Ja? Ja? Een college-sjaas of zo in de had je ook. Inderdaad. En ik zag natuurlijk ook veel lachende gezichten bij Marco van Basten. Ja. Het was jullie held, hè, geloof ik, toch? Ja, Marco van Basten wel, ja. Wat? Ja, ja, Marco en Ruud Gullet. Ja. Want jullie waren met z'n drieën, deze drie dames, de voetbalmeiden van de klas. Ja, ja, nou, dat blijkt, hè. Dat horen we later dan. Maar we hebben voetbal gezeten, ja. Want jullie zaten toen al op damesvoetbal. En ja, nu is dat heel populair. Maar waren er toen veel meisjes die voetbalden? Nee, toen was het niet zo populair als dat het nu is. Zeker... Bij de dames pas kwam. Nu is er ook echt veel meer meisjesvoetbal aan. Ja. Maar speel je het nog? Nee, niet meer. Nee? Wel lang gedaan en leuk zaalvoetbal. Maar ik heb dan zelf drie kinderen. En die twee meiden doen ook weer voetballen. Oh, mooi. Dus het meidenvoetbal leeft nog steeds. Heel goed. En dat doelpunt van Van Basten, kan je dat nog herinneren? Ja, dat kan me wel. Waar was je toen Van Basten zo schitterend daar dat doelpunt maakte? Nou, volgens mij waren we met een hele vriendengroep het aan het kijken. Maar wel gewoon thuis, niet in de kroeg. Ja. Maar, goed gevierd in ieder geval. Ja, allemaal wat oranjes aan. Ja, ja. Otto, hè? Kan jij het je nog herinneren? Die kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ja. Want waar was jij? Ja. Nou ja, dat is een beetje een stom verhaal, want als ontzettende voetballiefhebber moet je natuurlijk zo'n feest wel echt meemaken. En dan gewoon in Amsterdam zijn. Bij de huldiging bijvoorbeeld. Bij de huldiging bijvoorbeeld. Maar ik zat met mijn ouders was ik aan het proefkamperen. Dus ik zat op zo'n heel klein tv'tje in een caravan was ik aan het kijken. En dat is als je daarop terugdenkt, denk je van hoe is het mogelijk dat dat is gebeurd. Maar ik was dus in Terschelling in een caravan. Aan het voetbal kijken. Ben je toen niet snel van Terschelling afgegaan om de huldiging in Amsterdam mee te maken? Nee. Spijt? Ja, zeker. Ja. Want jij bent een groot voetbalfan? Ik ben nog steeds een groot voetbalfan. En je geeft het ook door aan de volgende generatie, hè? Ja, ik denk dat dat toch wel een soort van automatisch gaat. Want ik heb dan twee zoons. Eentje van 13 en eentje van 1. Ja. Ja, die van die 1 die is nu... dit is mijn oudste zoon. En deze oudste is ook helemaal voetbalgek. Mariella, jouw kinderen houden ook van voetbal, hè? Ja. Heb jij ze meegegeven? Heb ik ze meegegeven, ja. Mijn man dacht van, yes, twee meiden. Ik hoef geen voetbal te gaan kijken. En de voetballers alle twee. Ja. Maar dat niet alleen, want jullie houden ook van ivoren ballen. We hebben hier een foto van jou. Ja. Dat je enorm aan het biljarten bent. Ja. Wat is er zo mooi aan biljarten? Het lukt of het lukt niet.
Als het lukt, is het geweldig leuk. En als het niet lukt, dan is het net mensen erg je niet. En dan is je tegenstander niet altijd blij met hoe jij langs de kant staat... te wachten totdat je weer aan de beurt mag. Ja, en het hele gezin biljart mee, ja, hè? Ja, 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 de kleinste die heeft, die is nu 9. Die is met 6 jaar ook begonnen. En mijn oudste die heeft ooit gewest gespeeld... en die heeft op 1 carnaval net niet het NK mogen halen. Oh, ja. Nou ja, ja, jij doet ook leuk mee, want ja, je wint ook bekers. Kijk, ja, eens aan, daar sta bekers. Je. Ja, daar sta ik, ja. Daar sta je, ja, bijna onherkenbaar, want ja, je bent een stuk lichter geworden. Ja. Hoeveel, ja, lichter? 52 kilo lichter. Ja. 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 Als ik niet gedaan heb wat ik gedaan heb... dan was ik bang de 50 niet meer te halen. Ik woog 120 met mijn 1,60 meter. En het was vrij heftig. Ik had geen last van mijn knieën en ik had eigenlijk nergens last van. Alleen suiker. Maar ja, dat suiker begint en dan krijg je hartklachten. En dan moet je heel erg rap gaan afvallen. Maar kan ik dan zeggen, oh, je bent afgevallen gewoon omdat je een maagverkleiding hebt gedaan? Simpel. Dat denken er een hoop, maar de operatie doet maar 20%. De rest moet je zelf doen. Want ik kan die kleine maag ook volstoppen met marsjes. Dus je moet ook je levensstijl en je eetgewoontes gaan aanpassen. Maar ja, het moest, hè? Ik moest echt, ja. Ja, ja. Want ja, je was veel en veel te zwaar. Ja, ik kon helemaal niks meer met mijn gezin. Nee, precies. En nee, wat je ook heel erg vond, je kon geen gezinsuitjes meer doen. Nee. Je kon niet meer naar een pretpark. Nee. En wat je dan misschien nog wel het ergste vond... ze kon niet meer in een achtbaankarretje. De reden dat ik zo dik ben geworden is dat mijn vader komt uit Italië. Die is geboren in 1939. Zuid-Italië, vrij veel armoede. Weinig geld, weinig eten. En ja, mijn vader is op een gegeven moment te werk gesteld hier in Nederland bij een tapijtenfabriek. En daar heeft hij ook mijn moeder leren kennen. Daarna werd hij eigenlijk leuk betaald. Ja, en dan moet het gevierd worden dat er weer geld is. Dus ja, er was eigenlijk eten in overvloed. Ik kon pakken wat ik wilde. Vrienden konden pakken wat ze wilden. En dan nog bleef er over. Mijn moeder kookte altijd voor een weeshuis. En dat was eigenlijk gewoon om ja, te laten zien van, joh, we hebben het goed, we kunnen het doen. En laten we genieten van het leven. Hey, vonden jullie het leuk? Ja. Ja, het gaat. Toen ben ik gaan samenwonen met mijn man. En ja, die kon eigenlijk eten wat hij wilde en die kwam nooit aan. En daar was ook heel veel chocola en heel veel snoepjes. Ja, en ik kan de verleiding niet weerstaan. En ja, op een gegeven moment gaat het eigenlijk te gemakkelijk. Ik begon 's morgens niet met eten. Het was eigenlijk meer gelijk van joh, ik pak lekker een mars. Als ik 1 mars op had, dan nam ik er nog 1. Koekjes, niet 2 koekjes, maar een heel pak. En 6 mini-donuts. Ja, dank u wel. Dat eet smakelijk. Ja, op een gegeven moment weeg je 120 kilo. Het keerpunt was het feit dat ik heel slecht kon lopen. Ik waggelde. Ik had heel veel last van mijn knieën, ik had heel veel last van mijn voeten... en lopen kon ik bijna niet meer. Ik waggelde rond als een eentje. Het was echt een moederkip, moedergans. Zo liep ik door het huis heen en de meisjes werden er heel erg mee gepest. Als ik de klas in kwam, was het meteen zo van... ja, ga eens weg uit de klas. Je moeder is dik, dus dan hoor je niet in de klas. Ze is zo dik als een varken en ja, allemaal van die hele ja, rare opmerkingen maakt ze altijd. Ja, dat deed pijn. Ik had af en toe echt de neiging om dan in de klas te gaan huilen, zeg maar. Ik werd zo boos dat ik met de deur ging smijten in de klas. En ja, dat heeft me gewoon heel diep geraakt. Ik voelde me waardeloos. Ik voelde me geen moeder meer voor mijn meisjes. Ik had echt het idee van, joh, wat doe ik hier nog op de wereld? Ze zijn beter af zonder mij. Dus op een gegeven moment probeer je van alles om af te vallen. Als je dan op een gegeven moment 10 kilo afvalt en je blijft stilstaan, weet je wel, dan doe je er wel van alles aan. Maar het werkte niet. Sorry. Hoi. Ik mag een handje geven. Of ik nou minder ging eten, anders ging eten, ging sporten, ging lopen, ging fietsen, ging zwemmen, niks, hielp. En dan gaat er op een gegeven moment echt een knop om. En dan bedenk je dat er oplossingen voor zijn en die ga je zoeken. Zijn we mooi genoeg? Ja. Dank u wel. En dan komt na al die jaren
eindelijk haar lang gekoesterde wens uit. Ik heb er zo'n zin in. Ik kan gewoon niet wachten om erin te mogen. Ik heb er echt heel veel zin in. Lekker kicken als die beugels dichtgaan. Dat is echt de droom van mijn leven momenteel. Echt, ja. Ja. Ja, man. Hij past. Yes. Come a little closer, please. I find myself begging on my knees for Louise. Ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe was het in de achtbaan? Ja, super gaaf. Ja? Ja. Ja, en gewoon dat die dingen dicht kunnen. Ik heb in mijn beginperiode zeg maar een keer in de rij gestaan voor de Python. En dan ga je erin. En dan sta je eigenlijk al een uur in de rij. En dan past dat ding niet. Dus dan kan je weer via de zijingang kan je eruit. Ja. En het is zo frustrerend, ook voor mijn meisjes die je dan bij je hebt. Van shit, mama kan weer niet mee. Dus voor jou was het moment dat die beugel dichtging eigenlijk mooier dan die looping of die snelle bocht van naar boven naar beneden. Ja. Het was gewoon echt dat moment. Ja. Maar je zei het ook over je meisje, maar je hebt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor je kinderen. Ja. Ontbijten die ook dan met Snickers en Mars? Nee, die gaf ik wel gewoon brood mee. Ja. Ja. En sinds dat jij je maagverkleiding hebt gehad, is bij jullie thuis ook de eetgewoontes veranderd? Jawel, want de meisjes eten wat ik ook eet, zeg maar. Dus die gaan ook veel gezonder mee eten. Ja, die hebben natuurlijk wel. Natuurlijk liggen de snoepjes en koekjes in huis die ze kunnen pakken. Maar ja, ik weet gewoon dat ik het niet pak. Ja. Ik heb er last van. En de meisjes hebben zoiets van, oké, mama pakt ze niet. Dus ik pak ook wat minder. En vinden ze dat moeilijk, die verandering? Nee. Missen ze het snoepen niet? Nee. Of het, nee, helemaal niet. Nee, want er liggen ook komkommertjes en tomaatjes in huis. Ja. En die kleine meid van mij, Serena, die vindt dat gewoon nog lekkerder eigenlijk als snoep. Heel gezond. Ja. Ja. En ja. We hebben nog zo'n lekker bekje in de klas. Want dat ben jij, Edgar. Ja. Waar kunnen ze jou 's nachts voor wakker maken? Nou ja, die bitterballen, die klonken. Ja. Heerlijk, hè? Dat kunnen ook gewoon hele ordinaire dingen zijn. Ja. Maar als je echt een zwezerik of ganzenlever of zo, ja, dat... Mooie producten. Ja, heerlijk. Maar je houdt ook van aardappelen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nou, meer professioneel dan, hè? Gezien, professioneel, hè? Want jij bent baas, wat is het? Nee, ik ben verantwoordelijk voor de verkoop van aardappelvlokken op het noordelijk halfrond in Azië eigenlijk. Voor een groot aardappelverwerkend bedrijf. Dus bijna over de hele wereld? De hele wereld, ja. Zorg jij voor aardappelvlokken? Ja. En dan is vooral maandag een belangrijke dag. Want maandag, dan is het proefdag. Testrapportje met productieresultaten. Mooie kleur. En dat zien we denk ik ook terug in de kleurwaarde. Die Minolta, denk je wel 27. En hij zit precies op target. Hij zit precies op target. Ik denk dat ook komt door de Fontane en de Challenger aardappels die ze erin hebben gedaan. Nee, mooi product. Trekken we even zo'n stukje naar voren. En dan moet hij mooi blijven staan. Kijken we echt even naar de interne structuur. Is die mooi fluffy? Is die gaar? Is die niet te hard? Het zou kunnen zijn dat er soms een stukje nog rauw is aan de binnenkant. Dat betekent dat die te weinig geprocessed is. Maar het moet gewoon een mooie, gare, fluffy
structuur hebben aan de binnenkant. En dat klopt. Dat klopt allemaal bij deze. Nou. Mooi, hè? Wat vinden jullie ervan? Grappig. Ja? Ja, Edgar, de sfeer is een beetje lacherig. Dat denk ik, want dat, ik moest ook wel toen ik het zag. Het is bloedserieus, hè, wat jullie doen. Ja, het is heel serieus. Maar echt alsof jullie bij de NASA werken. Ja. En het gaat over een raket naar Mars of zo. Het gaat natuurlijk ook naar, het gaat natuurlijk naar klanten die dat soort eisen stellen aan het product. Ja. En, ja, en het gaat ook de hele wereld over. Hey, niks, het zal me niks verbazen als er bij jullie... Kijken of die fluffy is. Want, het zal me niks verbazen. Het zal me niks verbazen als jullie onze friet hebben liggen. Oh ja, ja? Dus dat zou goed kunnen. Maar hoe is dat op een zaterdagavond? Je bent op stap geweest, je hebt wat gedronken, je zit in de snackbar. Je denkt, weet je wat, ik ga nog even een frietje bestellen. Nou, ik hoef meestal die keuring niet te doen. Nou, dat zijn de mensen die bij mij zijn die dan zeggen van... wat vind je van de interne structuur? Doen ze dat? Ja, 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 ja. Is die fluffy? Ja, ja. Ja. Maar hoe eet jij friet? Nou, wel kritisch. Kritischer. Ja. Hey, ik zie ook meestal wel dat het een product van ons is en wanneer niet. Ja. En ik ruik er ook altijd even aan, stiekem. Nou, mooi vak. Ja. Mooi vak. Even terug naar jullie school. Hoe was, wat voor school was het, lieve mensen? Een leuke school. Een leuke school. Ja, Vera? Ja, ik heb er echt wel hele warme herinneringen aan. Gewoon wat er allemaal georganiseerd werd en de feestjes. En ja, ik vond het wel een hele leuke periode. En ja, ik denk ook al gewoon de mensen. Goed contact met de leerkrachten gewoon. Ook wel, ja. Dat mag ja, heel laagdrempelig. Ja. 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 Open. Open, ja? Ja. Ja. En wat mij ook opvalt, er zitten hier maar drie jongens in de klas. Hoe kwam dat, Otto? Dat hebben wij nooit erg gevonden. Tenminste, als ik voor mezelf spreek... Maar heb je er ook van geprofiteerd? Nou, te weinig. En aan wie lag dat dan? Ik denk aan mezelf. Ja. Maar er waren feestjes genoeg, hoorde ik. En er waren ook optredens. Lois Lane is een keer bij jullie op school geweest. En ook een keer deze band. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ja. Toontje Lager. Ja. Wie kan het concert nog herinneren? Ja, ja, heel goed. Allemaal, ja? Marion, hoe was het? Ja, mooi. Heel groot, in de sportzaal. Ja. Er stond de school wel bekend om, hè, omdat we het feest... Dan ging de school helemaal los. Ja. Ja, ja, jij zit al een beetje te klikken, hè? Ik stond wel vooraan, ja. Jij stond echt vooraan, ja. Want dit is een speciaal nummer voor jou, hè? Ja, dat nummer dat staat wel heel erg voor mij symbool. Voor, voor die tijd eigenlijk. Ja. En ik vond... dat was mijn eerste echte concert waar ik ooit heen ben geweest. En dat vond ik zo geweldig. Ja. Is een beetje besmet geraakt met het concertenvirus toen, geloof ik. Ja, daar komen we zo op. Maar eerst even terug naar stiekem met je gedanst. Waarom past dat zo goed bij jou? Waarom is dat zo bij deze tijd? Omdat ik zelf heel verlegen was. Dus ik heb zelf ook heel veel stiekem met jongens gedanst, zeg maar. Dus die dat dan niet wisten. Otto, even opletten nu. Was het ook met jongens uit deze klas stiekem gedanst? Nee, ze waren altijd wel ouder. Ja. Ja. Ja, stiekem met je gedanst, dat was toen. Want tegenwoordig ga je naar hele andere soorten concerten met hele andere vormen van dansen. Ik wil dat iedereen hier, iedereen naar rechts gaat. Iedereen is de allergrootste circle pit die Lowlands ooit geheefd heeft. Alright, iedereen klaar? Alright. Ja! Dat vind jij ook leuk, hè? Ja, John Coffee op Lowlands. Ja, ja, absoluut, zeker. Ja. Maar stond jij echt in de pit? Nou, ik stond aan het randje. Ik hield mij heel hard aan het hek vast. Want ik was bang dat ik ook mee werd gesleurd, zeg maar. Maar vind je het dan eng of vind je het dan ook mooi, die beleving? Bij ik vind het geweldig, ja. 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 Ja, en ik hoef er niet meer in, maar ik vind het wel heel leuk. Maar jouw zoon zit ook in een band. Ja, dat klopt. Hoe heet de band? Innovation. En wat speelt hij? Hij is de drummer. Nou, wij gingen met jou en met je dochter naar een optreden toe van je zoon. En ondertussen bespraken we wat nummers die heel erg pasten bij fases in het leven van Emmy. Please forgive it up for the teacher. Pleased to meet you, I'm a punky creature. Please forgive it up for the rock
De wat verlegen Emmy is 19 jaar als ze verliefd wordt op haar huidige man. Een concert van Gotcha is het begin van hun muzikale liefdesleven. Het staat voor mij wel symbool voor die periode eigenlijk. Om een concert te bezoeken met mijn man. Hij heet eigenlijk Jan Willem, maar hij heeft een bijnaam en we noemen hem allemaal bij zijn bijnaam en dat is Swap. En wat vond je vroeger zo leuk aan papa? En nog steeds? Ja, ik vond hem grappig en lief. Ik keek in zijn ogen en toen, bam, toen was het gebeurd. Het was gewoon verliefd. Ja. Het tweede nummer van Emmy's soundtrack is van Pink. Het brengt haar terug naar de periode waarin ze te veel zorgde voor anderen en te weinig voor zichzelf. Ze kreeg een burn-out. Dat was de laatste dag van de meivakantie in 2008. En op een gegeven moment moest ik huilen. En ik wist eigenlijk niet waarom ik huilde. Het was niet echt iets gebeurd. Er was geen ruzie, er was geen aanleiding. De hele weg naar huis gehuild. En mijn mama vragen, ja, wat is er dan? En ik zeg, ja, ik weet het niet, er is echt niks. Die titel die geeft wel goed weer, Nobody Knows. In het begin dan vertel je het ook niet tegen iedereen, want je voelt je zo rot. En je hebt ook gek genoeg een soort gevoel van schaamte. Nobody likes. Nobody likes to lose that in a boy. Ik kan hier niet heel goed heel lang naar kijken, want dan komen al die emoties, weet je wel, komen weer terug. En dat nare gevoel en heel veel verdriet was er ook toen. En dat is niet fijn. Wil je liever niet naar terug, weet je wel. Nu is het achter de rug en ik heb het allemaal op een rijtje gekregen. Na de burn-out is er even geen muziek meer, alleen stilte. Met steun van haar schoonzussen komt ze in contact met yoga. En Emmy besluit zelfs yogajuf te worden. Ik geef 4 lessen in de week aan senioren-yoga in Waddinxveen, vlakbij mijn oude school. En dat is heel erg leuk. Die mensen die worden daar blij van. Emmy is weer helemaal de oude. En de allerleukste liveband is natuurlijk die van haar bloedeigen zoon Dex. Gierende gitaren, vette beats, dat is op dit moment de sound van haar leven. Het is de energie die eruit komt. Het is het tegenwicht. Want bij die harde muziek, dan ga je heel erg naar buiten toe. En bij de yoga ga je juist heel erg in jezelf. Dan keer je weer naar binnen. En daardoor kan je in balans blijven. Contrast. Ja, hè? Had je het ooit verwacht van Emmy? Ze was altijd inderdaad wel een wat stiller meisje, inderdaad. Maar vaak zit daar dan ook wel wat achter, inderdaad, ja, met die muziek. Ja, dan zie ik er wel staan op zo'n concert. Ja. Maar zij was ook altijd een beetje alternatief. Ja. Zij was alto. Ja. Dus verbaast mij niet. En Vera, is het voor jou herkenbaar, het filmpje? Ja. Ja, ik snap gelijk waar je op doelt, burn-out verhaal. En ik heb dat ook meegemaakt, dus herkenbaar in de zin van... ik heb er eerst heel hard tegen gevochten. Ik wilde dat alles normaal bleef, maar ik wist wel dat er iets was. En ik heb ook dat gehad met dat hele erge huilen. Ja. Gelukkig met een goede vriendin daarbij. En Je wil eigenlijk alleen maar gewoon dat je weer normaal, gewoon naar je werk en gewoon je sociale leven. En je wil niet apart zijn, zielig of... Maar hoe kwam jij in je burn-out? Te veel. Te veel van alles. Geen nee kunnen zeggen. Perfectionistisch. Eigenlijk de valkuilen die iedereen die een burn-out heeft gehad wel herkent. Ja. Ja. En dan zegt de dokter, ja, blijf eerst maar eens even 2 weken thuis. En En eigenlijk denk ik, het is ook wel heel knap hoor, wat je geest en je lichaam dan met elkaar doen. Want je geest schakelt gewoon je lichaam uit. En je kan dan ook helemaal niks meer. Ik was gewoon 's nachts in paniek, want dan had ik voor mezelf bedacht, morgen moet ik naar de bakker en ik moet stofzuigen. Nou, dat ging in mijn hoofd, ging dat niet lukken op 1 dag. Dan was je gewoon 's nachts helemaal in paniek. Je zat erg te knikken, ja. Ja. Ja, ik herken heel veel dingen. Dat je inderdaad... Je kent jezelf helemaal niet meer eigenlijk. Je snapt eigenlijk helemaal niet hoe het zo gekomen is. Dus dat is ook dan weer een hele zoektocht. En is de angst dan ook dat je jezelf zo kwijt bent dat je denkt, ik vind mezelf nooit meer terug?
Nou, nee, ik heb het altijd wel een gevecht gevonden om er weer te komen. Ja. Die angst heb ik nooit gehad. Maar het is wel dat het je 1-2 jaar later, dat je nog wel die terugval hebt. Dat je ineens bij jezelf na moet gaan. Hey, ik krijg weer een soort angstgevoel. Wat gebeurt er nu? Oh, mijn agenda is gewoon te vol. Ja. Zij had de muziek, waardoor ze weer erbovenop kwam. Jij had iets anders, hè? Ja, sporten. Sporten? Dat is altijd wel uitlaatklep. Ja, en geweest. Niet zomaar een sport, hè, doe je tegenwoordig? Ja, sinds kort een soort nieuwe verslaving erbij. Ja, en dat is? Canicrossen. Oh, kijk eens wie daar is. Dit is canicrossen en ik doe het eigenlijk nu sinds een jaartje. En dat betekent hardlopen met je hond. Dus je hond heeft een tuig om, je hebt zelf een riem om met daartussen een flexibele lijn. Het is de bedoeling dat de hond hard trekt en jij dus eigenlijk harder loopt dan normaal. Het feit dat als je beneden komt in je trainingsbroek, dan wordt ze al helemaal hyper en dan is ze bang dat ze niet mee mag. En alle honden vinden het eigenlijk wel heel erg leuk om te doen, zeg maar. Mijn allereerste wedstrijd, toen was ik ook net terug van een blessure. Dus ik had zelf zoiets van, ik kan niet vol geven, maar we doen gewoon gezellig mee. En toen moest de dame aan de finish heel hard om mij lachen, want ik kwam eerst en de hond kwam erachteraan. Dus dat, dat was niet helemaal de bedoeling, maar we hebben het leuk gehad. Canicross. Nou, mensen, wie had er ooit van gehoord? Nee. Ja, jullie zijn wel een apart klasje, hoor. Jij canicrossen, daar hebben we een aardappel eten. Dan hebben we nog iemand in Spanje die bitterballen serveert. Hier hebben we een achtbaanverslaafde. Wat is dat met jullie? Ja, we zijn gewoon een leuke klas. Zat dat er vroeger ook al in? Kennelijk. Ja? Was Sia ook zo apart? Ja. Aha. En waarin was ze... Mirelle, vertel eens even, waarin was Sia apart? Kleding. Ja? Heel excentriek. Van alles, van punk naar kak, naar iets ertussenin. Merkkleding. Ja. En haren, dan weer zwart, dan weer blond. Ja. En dan weer... Figuurtjes erin. Ja? Maar dat was haar kleding, maar was ze in haar gedrag ook apart? Ja, flap uit. Giechelen altijd. Dat had moest lachen. Ja. Klopt de omschrijving een beetje, Sia? Wat ze zeggen, dat je apart was? Vrees van wel, ja. Ja. Want hoe heb jij je schooltijd beleefd? Nou, school zelf... Ja, nou heb ik er wel spijt van dat ik niet beter mijn best heb gedaan en blijven zitten en niet naar de universiteit ben gegaan. Maar ik vond het wel gezellig. Ik vond het ook hartstikke leuk om jullie weer te zien. Ik vond het wel gezellig. En dat ik net agenda's lees die ik volgekladderd heb en zo. Ja, dat weet ik allemaal niet meer zo. Maar... Ja, vooral gezellig, denk ik. Maar wist je ook dat je een opvallend type was? Ja, ik hoor dat wel altijd, maar ik vind het zelf niet zo. Ja. Maar ik hoor wel van andere mensen dat ik altijd veel ben. Als ik ergens binnenkom, dan maak ik gelijk heel de kamer... Ja. Maak ik gelijk zooi en vieren. En, ik doe dat niet bewust, hè? Echt niet. Maar het is wel altijd veel en een rommel overal om me heen. Ja, dat merk ik wel. Otto, was ze op school ook al veel? Was ze zeker, ja. Dat was altijd wel een beetje een beetje gek, ja. En... Ja, maar wel heel erg gezellig. Ja. Leuk gek. Absoluut. Leuk. Ja, absoluut. Leuk, ja. Leuk gek. Absoluut. Ja, je verveelde je nooit met haar. Nee. Dat had veel sfeer om ze brengen. En was zij ook een van de dames van de gemiste kansen? Ja, ik vond Sia wel erg leuk, ja. Ik hoorde het net, ja. Ik wist het helemaal niet. Nee. Patricia, jij was met Sia heel goed bevriend. Ja. Kan jij Sia omschrijven? Zoals de anderen al gezegd hebben, opvallend. Ze is al lang... En haar aanwezigheid. Gewoon haar aanwezigheid. Ja. En die aanwezigheid, daar kan jij over meepraten. Want jij ging na deze school ging je naar Frankrijk en daarna naar Luxemburg. Daarna. Ja. En Sia reisde jou altijd achterna, geloof ik, hè? Ja. Waarom was dat? Toen ik eenmaal een jaartje of twee jaartjes in Luxemburg was... toen was het gedaan met haar relatie. En ze was daar vrij slecht onder. En ze dacht van, ja, bij Patricia is het misschien gezelliger. Ik ga daar eens kijken. Misschien kan ik daar wel weer wat geluk vinden. Ze is toen naar mij toegekomen en ze heeft daar een baan gevonden. En lang gebleven. Ja. Ja. Nou, want eerst ben je, Patricia, achterna gereisd naar Frankrijk. En daarna ook naar Luxemburg. En daar heb je een tijd gezeten, hè, Luxemburg. Ja. Wat deed je daar?
Ja, wat niet? Echt heel veel gedaan. Ja, ik was makelaar. Ja. En toen vond ik dat weer niet wat. En toen heb ik... Ik heb ook 8 jaar op een bank gewerkt. Ik wist het eigenlijk niet. Ik was al verkopen. Ook nog. Ja. Ja. Inkoop gedaan van kledingzaken. Ik vond het allemaal niet wat. Maar ik deed het gewoon omdat ik niet wist wat ik moest doen. Ja. Maar je had makkelijk geld. Je had een luxe leven in Luxemburg. Ja, ja, toch wel. Maar uiteindelijk heb je dat allemaal verruild voor Gambia. Ja. Maar dat gebeurde na een traumatische ervaring. Gambia. Hoe voel jij je hier? Ik voel me hier thuis. Ja? Ja. Thuis? Ja, net alsof ik hier altijd al hoorde. Ja, ik voel me lekker hier. Ik voel me fijn hier. Ja. Hoe was dat dan de eerste keer dat je hier kwam? Ik was op vakantie. Ja. En als een gewone toerist, zeg maar. En ik ben weggegaan na een week. Met het idee van, hier moet ik iets doen. Dit is nog niet klaar. Jij besloot om een kinderterhuis op te zetten. Ja. Hoe kwam je daartoe? Nou, ik had onbetaald verlof genomen, een jaar of 12 geleden. En toen wilde ik niet zomaar iets doen, hè. Zoals de zoveelste blanke die een nursery school gaat bouwen. Dus ik kocht de krant, ik reisde veel rond. En daar zag ik dat er 66.000 weeskinderen zijn. En je wou iets voor die kinderen betekenen? Ik wilde iets voor de kinderen doen. Maar ik wist niet wat. Ik wist nog niet wat. Dus ik ben naar de... ik ben gaan onderzoeken hoe ik dat... invulling kon geven en toen in 2005 zijn we begonnen met de bouw van een kinderterhuis. De vakantie van Sia naar Gambia en haar onbetaalde verlof waren niet zomaar een uitje naar de zon. Het was een vlucht, nadat Sia in Luxemburg iets heel naars meemaakt. Een gebeurtenis die haar luxe leven op zijn kop zet. Ik had inderdaad een luxe leven, een goede baan, gezellige vriendinnen, veel uitgaan. En op een dag... In de zomer ging ik met een paar vriendinnen wat drinken, een paar wijntjes drinken. En toen ging ik naar huis rond middernacht. En ik voelde dat iemand me volgde. Ik merkte gewoon toen ik liep dat iemand me volgde. En ik ging aan de andere kant van de straat lopen. En die persoon volgde me nog steeds. En ik geweerde aan de andere kant. En ik wilde gaan rennen. Maar ik kon niet weg, want hij greep me bij mijn keel. En hij sleurde me. Nee, je moet je mond houden, je moet je mond houden. Ik ga je vermoorden, ik ga je vermoorden. Ik weet dat ik heb gedacht, dat kan niet. En ik weet ook dat ik heb gezegd, ja, maar ik heb 2 kinderen. Ik heb helemaal geen kinderen, maar ik weet dat ik dat zei, weet je. En toen zei die man van, nee, ik weet precies hoe het zit. Ik weet wie jij bent, ik weet precies hoe het zit. Toen heeft na een tijd iemand mij gevonden. Ja, en toen is politie en alles gekomen. Diegene heeft jou gevonden? Was de dader toen al weg? Of? Nee, diegene heeft mij gevonden. Toen is hij weggegaan. Je krijgt natuurlijk wel hulp daarna. Hè? Je moet eerst naar de dokter om te kijken met je nek, met je hals en zo, of alles in orde is. En ik kan ook geen sjaals meer om. En geen kettingen zo strak om je nek. Dit vind ik al een beetje... Maar dat lukt niet meer. Dan gaan ze kijken of alles in orde is. En dan gaan ze ook met je praten natuurlijk. Hè? Ik krijg natuurlijk wel maar je hulp. Kan het niet meer omdat je... Die handen zo om je nek gevoeld hebben. Je kan het niet eens zien als ik het doe. Dan kijk je al weg. Ja. Dat is toch altijd een groot trauma dus. Ja, onbewust wel. Toch lukt het haar de nachtmerrie om te buigen naar iets positiefs. Sia laat haar rijke leven in Luxemburg achter en kiest voor een onzekere toekomst in Gambia. Het is keihard werken, maar ze is eindelijk weer gelukkig. Kloppen? Moet ik zo even kloppen? Ja. Het is een mooie zondagochtend in Sinju. En Sia neemt me mee naar haar droomproject. Wat mooi hier. Dankjewel. Ja, maar zo anders dan buiten. Ja, kleur doet heel veel natuurlijk. Hè? Ja. En wij zeggen altijd, cleaning kost nothing. Dus als je een beetje opruimt en je geeft het een lekker kleurtje... dan ziet het er gelijk al anders uit. Ja. Ja. Maar waar zijn ze? Het is nog zo rustig hier. Het is ook nog vroeg. Ik denk dat ze ongeveer wel aan het ontbijt zitten. Hier slapen de kleinste. Good morning. Good morning. Hello. Good morning, Mark. Good morning, Seni. Kom uit. Say good morning. Good morning. Kom. Hello. What's your name? Seni. Hoe lang zijn zij hier al?
Het was een kerstcadeautje. Zeni, Mark en kleinste meisje. Die kwamen 27 december 2013. En wat is hun achtergrond dan? Wat is hun verhaal? Ja, het is allemaal verschillend. Er zijn kinderen waarvan de ouders gewoon niet voor ze kunnen zorgen. Maar er zijn ook kinderen die gewoon verlaten zijn. Die te vondeling zijn gelegd door moeders vaak of meisjes op jonge leeftijd een kindje krijgen. Vaak verkrachtingen door familieleden, vader, oom, opa. Ja. Yeah. You have a boil, let me see. Oh. Wat is er? Een bulte. Ja, dat is regentijd. Hij is heel vaak ziek. Heel vaak ziek. Oh. Hoe noemen ze jou nou? Auntie? Auntie Sia, tante Sia. Sommigen komen dan in de periode die zeggen... Oh, mag ik mama zeggen? Want op school heeft iedereen een mama. Dus dan zeg ik, weet je, en dat houden we er altijd gewoon in. Ik zeg, jullie komen uit mijn hart. Niet uit mijn buik, maar uit mijn hart. Allemaal. Maar zij zeggen tante tegen jou. Mm-hmm. Sommigen willen moeder tegen je zeggen. Hoe voel jij die kinderen aan? Wat zijn ze voor jou? Alles. Poeh. Ja, ze zijn mijn alles. Mm-hmm. Ja. Het raakt je ook onmiddellijk. Ja, tuurlijk. Het zijn alle 25. En ik weet niet hoe het voelt om kinderen te hebben. Maar ik hoop dat het zo voelt. Ik wens dat het zo voelt. Ze zijn mijn alles. Ik hou van alle 25 evenveel. En als er eentje ziek is, dan voel ik het mee. Als er eentje naar het ziekenhuis gaat, dan ga ik mee. Als er eentje verdriet hebt, weet je, dan heb je ook verdriet. Het zijn er alleen een beetje veel. De familie is groot. Maar ik denk echt dat het zo... Ik hoop dat het zo voelt om moeder te zijn. Ja. Hallo. Hallo. Good morning. Ja, een beetje. Bon appétit. Can you describe Auntie Sia? She's a loving lady. She's very soft. And we love her. Yeah. She's the first mother. The first mother, yeah? Yes. Oh, beautiful. De praktische zaken in het kinderterhuis worden ingevuld door Sia's man, Gert-Jan. Toen je Sia leerde kennen en zij had dit plan, wat vond je ervan? Ja, super idee. Ik ben wat meer zakelijk ingesteld. Sia is meer emotioneel. En die combinatie die werkt super. En kan jij haar omschrijven? Sia is een iemand die doorzet. Die bijt ergens in vast. En met een ongekende discipline iets kunnen verwezenlijken. Een doel. Ja. Is Gambia dan eigenlijk een vlucht voor je geweest? Achteraf gezien wel, ja. Hoezo achteraf? Ja, je merkt het niet dan, hè. Je doet het gewoon al. Je denkt helemaal niet na. Oh ja, dit is omdat ik wil vluchten. Hè, je gaat naar Afrika, je komt aan, je voelt je goed. Je voelt je vrij op een of andere manier. Je weet niet waarom. En dan achteraf denk je pas van, oh ja. Het is wel heel erg hoe je je leven hebt omgegooid, hè. Geen dure handtas, dure schoenen en zo mee te nemen. Maar gewoon met een plastic tasje van de, weet ik wie, over de markt te gaan lopen. Ja, dat is toch wel een heel ander leven. Ik denk wel heel erg dat je van negatieve dingen, want na deze gebeurtenis, zeg maar, dat was eigenlijk zeg maar het eerste echt heftige wat ik in mijn leven heb meegemaakt, dat je dat veel beter aan kan. Weet je? Zoiets van, vanaf toen werd ik sterk, zeg maar. Maar dat is dan misschien gek, maar moet je dan ook ergens dat incident niet, dankbaar zijn misschien? Ja, achteraf misschien wel, ja. Is dat een hele gekke gedachte? Nee. Dat is misschien wel een mooie gedachte. Ja, Deborah? Heftig. Ja. Heel mooi. Ja. Heftig en heel mooi. Ooit gedacht van je klasgenoot? Nee. Ja? Nee? Nee, had ik niet gedacht. Nee, wie bedenkt dat? Vera? Nooit. Nee, wel iets wat bij haar past, maar niet wat ik van tevoren zou kunnen bedenken. Ja. Nee, maar wel heel mooi. Prachtig. En Patricia, hoe zie jij die omwenteling van Sia? Ja. Nou, het meest frappante aan Sia vind ik... ik ken haar heel goed en zij zei altijd vroeger... ik wil geen kinderen later. En ze is de enige persoon van wie ik dat geloofde.
En nu heeft ze letterlijk een weeshuis met kinderen. En ze geeft er enorm veel om. Dus ja, dat, ja. Dus echt, ja, ik bewonder het enorm. Het is ook... niet iedereen zou zoiets kunnen doen. Dat, moet heel sterk zijn, denk ik. En heel veel wilskracht hebben. Wat zie jij zelf als je naar het filmpje kijkt, Sia? Oef, wauw. Wat een watje, wat dat. Als het over mijn kinderen gaat, of mijn kinderen... Ik denk dat wij het geluk hebben, zo, mijn man Gert-Jan en ik... het geluk hebben om voor deze 25 kanjers te mogen zorgen. Zo zie ik het. Ja. Ik zie niet, wij gaan dat doen of zo. Ik denk dat we heel veel geluk hebben. Maar je bent kwetsbaar en heel lief en mooi als het over je 25 kinderen gaat. Maar je bent ook nog heel kwetsbaar als het gaat over de gebeurtenissen die je hebt meegemaakt in Luxemburg. Ja. Dat enorme trauma. We hadden een intens gesprek. Heeft dat nog iets gedaan? Heeft dat nog jou tot denken aangezet? Ja, toch wel. Ja. Hoe dan? Nou, dat je toch wel kwetsbaarder bent voor bepaalde dingen. Hè? Als je in een restaurant gaat zitten of zo. Ik vind dit nu al eng, want er zitten mensen achter mij. Als ik mocht kiezen, als ik hier binnenliep... ik keek gelijk naar dat bankje daar. Ah, ik ga daar zitten. Ja. Want dan weet ik wat er achter me gebeurt. Ik weet niet wat er achter mij gebeurt. Dat vind ik eng. Ja. Ja. Maar zou je dat toch nog niet op een of andere manier beter moeten verwerken? Ja, misschien wel in de toekomst. Maar weet je, je hebt het zo druk... He? Ik ben nu een paar dagen hier en ik mis de kinderen verschrikkelijk. Ja. Je hebt het zo druk dat je ook gewoon geen tijd neemt om daarover na te denken. Maar vergeet je soms niet voor jezelf te zorgen? Ja, dat hoor ik wel vaak. Ja. Maar dan op de een of andere manier vind je dat toch... Patricia zit ook te knikken van ja. Ja. Ze komt zelf absoluut niet op de eerste plaats. Nee. Dat is altijd zo geweest. Ja. Dat wil ik misschien ook helemaal niet. Nee. Nee, maar je... Je bent wel wie je bent en je draagt zorg voor 25 kinderen en een prachtig project. Ja. Maar dat betekent dat je zelf ook sterk moet zijn. Dus dat je ook goed op jezelf moet letten. Want als je instort, ben je er niet meer. Absoluut. Hebben ze je niet meer. Ja. Nee, maar ik stort niet in of zo, nee. Nee, maar dat dacht Vera ook. Ja, nee, ik stort echt niet in of zo. Nee, ik stort echt niet in. Dat is denk ik ook een mate van voldoening. Ja. Ja. Je krijgt er zo onwijs veel van terug. Ja. Hè? Als ik nou vorige week een kleintje, die legt dan zijn hand op je... en dan zegt hij, ja... tante Sia, ik kom toch wel uit jouw buik, hè? Dan zeg ik altijd, nee, je komt wel uit mijn hart. Dan zegt hij, ja, dat komt misschien wel omdat ik lichtbruin ben en jij wit. Nou, dat is zo lief. Of als een andere zegt, I love you till the moon and back. En die geeft je dan een knuffel. Ja, en als ze dan gaan bidden en ik zit altijd in de stress over mijn haar... omdat ik maar drie haren heb die alle kanten opstaan. En dan zeg je, may God give you $1 million and long hair. Is een gebed. Nou, dat is toch super. Ja. Dat is fantastisch. Hoe wordt het tehuis bekostigd? Met privé donaties. Ik had een studioappartement in Luxemburg, dat heb ik verkocht. Dus als we nu in Luxemburg zijn, doen we huren. We leven heel low budget. Gert-Jan en ik die wonen in een hut wat op het terrein staat. Je hebt geen gas, water, elektriciteit. We hebben water uit de grond, hè, van een boorhol. We hebben zonnepanelen. Dus voor ons kost het heel weinig. Ja. Maar met privé donaties. En dat is heel moeilijk, want we moeten natuurlijk ook terug naar Europa... om sponsors te vinden. Kijk, het liefste zou ik altijd in Gambia zijn bij je kinderen. Tuurlijk. Maar je moet gewoon ook terug. En dan moet je presentaties geven. En dan moet je je website bijwerken en zulke soort dingen. Want het kost 100.000 euro per jaar. Ja, hebben we nodig, ja. Ja. En lukt het goed, het geld? Ik ga nooit klagen. Nooit. Ik geef nooit op. Maar... als mensen nu kijken en ze willen wat doneren. Ja, hartstikke graag. Ja, ja, tuurlijk. Nou ja, ik vond het in ieder geval bijzonder om daar te zijn. En ik ben blij dat ik je heb mogen ontmoeten... en dat ik je kinderen heb leren kennen. En ze kunnen heel goed voetballen, dat moet ik nog even bijzeggen. Want dat is wel een bijzondere avond. Dank je wel. Bijzonder verhaal. Maar ja, heel veel bijzondere verhalen. Canicrossen, biljarten en achtbanen. Aardappelvlokken, veel geleerd. Bitterballen in Spanje. Kortom, ik wou jullie bedanken voor de mooie, openhartige verhalen. En ik neem u nog één keer mee naar 1988. Want het was een bijzonder jaar ook voor mij. Want mijn allermooiste televisieprogramma werd voor het eerst uitgezonden. Dat was Cake op de Week van Kees van Kooten en Wim de Bie. En ze introduceerden twee reporters. De ene was Bulle van Berkel. En wij zoeken nu contact met Harry F. Krielen. Dan hebben we nu verbinding met onze correspondent Harry F. Krielen in Londen. Kom er maar in, Krielen. Krielen!
Ik had eigenlijk in Londen zullen zitten, waar ik een interview zou hebben met Joe Jackson over zijn nieuwe cd. Maar door de acties op Schiphol gisteren ben ik niet weg kunnen komen. Zodat ik u ook in Kijk op de Week geen bloemlezing kan geven van de Engelse commentaren op het overlijden van keizer Hirohito. Ik bevind mij nu in een willekeurig Nederlands café. Café De Peuk in Bussum. En de reacties hier op het overlijden van keizer Hirohito zijn slap tot flauw te noemen. Dat is ook niet zo verwonderlijk als we bedenken dat de huidige generatie cafébezoekers nog geboren moest worden toen keizer Hirohito alweer lang en breed op Paleis Soestdijk was ontvangen.